Op maandag 13 februari was de feestelijke opening van het nieuwe restaurant bij Teus in Houten, waarbij de bezoekers konden genieten van een hapje en een drankje. Nou, Teus is eigenlijk een naam wat wij als eerlijke naam vonden. Van oudsher is het mijn opa heet zo. Maar we hebben die naam gebruikt omdat met een aantal rijke mensen die hier ook gaat wonen, wouden dat een soort paraplu naam gebruiken. En dat is eigenlijk de reden. En wat voor soort restaurant is dit? Nou, dat is goed dat je die vraag stelt. Het is niet echt een restaurant. Het is eigenlijk een huis dat we gewoon zo ingericht hebben. En dat is ook typisch een huis waar iemand woont. Het is een huis van Teus. En we ontvangen mensen ook in zijn huis. En we proberen ook mensen het gevoel te geven dat ze ook de gast zijn van Teus. En dan vragen we ook aan ze, God, wat vind je leuk? Net als je zelf iemand thuis zou uitnodigen. God, er zijn dingen die je niet lust. Zijn er misschien wijnen die je lekker vindt? Nou, dat weet je natuurlijk van je goede vrienden. Maar we willen graag dat al onze gasten ook echt onze vriend worden. Dus de vrienden van Teus. Ook de oude Teus heb ik nog gekend. Dat is ook het leuke van het verhaal. En die had altijd zo'n stofjasje aan. Zo'n beige kleurig stofjasje. Dat mag wel herinneren. Hij zal er, als je van boven nu kijkt, zal hij zeker trots zijn op deze aanwinst. Het oude dorp. Hoe voelt dit moment, een opening? Nou, het is iets waar je met z'n allen en een aantal mensen heel lang naar gewerkt hebt. De architect heeft natuurlijk zijn ding gedaan. Ik zei mijn ding, de conceptmaker heeft gedaan. We hebben hier 4,5 jaar keihard gewerkt om met een hele ploeg uiteindelijk dit hele project op dit moment echt officieel te openen. Daar zijn we echt hartstikke trots en blij mee. Wat is uw eerste indruk? Ja, ontzettend mooi verbouwd. Ik ken het nog van vroeger, toen die oude Fico er nog zat met die benzinepompen erin. En bruggen erin. Nou, de buitenkant ook mooi betegeld en echt een aanwinst voor het oude dorp. Ja, heel mooi. Groot. Beetje stads uitstraling. Dus hopelijk gaat dat trend met de beleving in het oude dorp van Houten. Waarom moeten mensen hier naartoe komen? Nou, ik denk dat het gewoon eens een keer een waanzinnige beleving is om gewoon echt het pad te lopen van te worden ontvangen. Alsof je bij iemand thuis komt. Je onthaast even, je komt in een andere wereld en vervolgens zit je met z'n allen in de keuken. En die gezelligheid en die eerlijkheid leidt ertoe dat vaak mensen ook aanschuiven bij elkaar. En uiteindelijk als grote vrienden het pand weer verlaten.